En welkom bij Dynamite Magic Shop, product update nummer 91. 91, gaat snel. 91, ja, gaat zeker snel. Ik heb nog wat leuks genomen, laat op. Ja. Zo. En dit is Smoke Cube, hij is heel eenvoudig te palmeren. Smoke Cube, zei je? Smoke Cube. Oké. Nou, dat is inderdaad een cube. Kijk hier, hij kan niet eens schuiven. Nee, even echt goede grip. Het is een soort... Kun je niet palmeren, je kunt gewoon hier letterlijk vastpakken. Een soort schuurpapier heb ik dit erom zit, hè, niet? Weet je wel? Zo'n soort spul is het. Ja, dat idee heb ik ook. Maar het is wel degelijk en mooi gemaakt. Je krijgt er ook dit bij. Dat is een magneet. Even kijken. Die kun je er zo tegenaan doen. Waarom? Kun je je broekzak doen in je kontzak voor makkelijk te stelen eventueel. Oké. Okay. Wat ook mooi gemaakt is, hier hebben ze een klein oogje aangemaakt, zullen we maar zeggen. Ja. En daar kun je eventueel nog een riel aanmaken voor hem te laten wat waaien. Elastiek dat hij je jas in schiet. Oké. Okay. Ja. Maar, zie je een paar dingetjes aan de uitschakelaar? Ja. Als je hem aanzet, gaat hij één keer heel hard trillen. Mm-hmm. En dan kun je hem in een modus zetten. Mm-hmm. Als je hem dan, als het goed is, 3 seconden inhoudt, dan kom je in een modus als je dan de knopje aanraakt wat hier zit, dat hij dan gaat roken. En als je hem nog een keer aandrukt, of indrukt, dat hij dan gaat stoppen. Maar als je hem uit hebt staan en je zet hem aan, en hij trilt 1 keer hard, en je na het trillen dan een paar keer snel intikken, dan kun je van 0 tot volgens mij 20 seconden of zo, kun je hem instellen hoeveel seconden dat hij na het indrukken moet gaan roken, zeg maar. Dus, ik heb voor de duidelijkheid, nu hebben we hem staan op de modus met 4 seconden vertraging. Mm-hmm. Dat betekent dat als je inderdaad als je hem aanzet, dan moet je elke keer opnieuw doen. En je drukt 4 keer snel op het knopje, dan krijg je ook 4 keer een trillingje. 1, 2, 3, 4, dan weet je. En als je er niks van doet, krijg je na een paar seconden een lange trilling en dan weet je ingesteld. Dus in theorie, als je nu, want hierboven komt er ook uit, dus zit een druppeltje vloeistof in. Als je hier niet op drukt, zeg maar. Dit zit erbij. Kijk, als je hier niet op drukt. 1, 2, 3, 4. Heb je een trillingje of zo? Kijk, en nu komt ook daadwerkelijk de rook. En dat kun je inderdaad instellen tot 20 seconden, wat je zei, dat was een hele goeie inderdaad. Je kan ook een andere modus instellen. Dan is als je 1 keer op het knopje drukt, begint hij te roken. Ja. Net zo lang, tot je weer op het knopje drukt. Je hoeft maar een paar druppeltjes erin te doen. Ik vind de rook ook mooi, vind ik. Ja, dikke rook is het. Ja. Ja. Van Joe Miranda. Dus het is wel een, wederom een kwalitatief goed product. Alles opladen. Kun je aan de computer opladen. Ik ga dan hierin, zie ik. Zo. En dan plukken we met de computer. Oké. Okay. Mooi doosje erbij en een online instructie. Ik kan er hier ook mee uitzetten. Even doe even uitzetten. Even uit. Tik. Ja, ik kan uitzetten. Ja, mooi opbergetui. Gaan we meteen netjes op. Een instructievideo. Ja. Online. Kijk, dat is natuurlijk wel mooi. Is allemaal voor gemaakt. Prijs van Smoke Cube? 250. 249 euro. Oké. Okay. Ik vind het een mooi ding. We hebben natuurlijk onze Notting al, de rookmachine. Die kost de helft. Die is ook prima en die heeft een afstandsbediening. We hebben een andere, dit laten zien volgens mij twee of drie geleden. Overigens, van de, ik vind het niet echt gezellig hier, weet je wel. Er zit hier wel licht, maar eigenlijk moet je een kaars aan hebben. Hè? Eigenlijk wel. Ja. Zo, is beter. Zo, is gezelliger. Wacht even. Dus een kaars, die kun je met je gedachten zelfs aan laten gaan. Mooi. Mooi, hè? Het is van dezelfde makers als van de Notting Smoke Machine, de Himetsu Magic. Ja, een volledig elektronische kaars. Met afstandsbediening. Daar heb ik er even bij. Afstandsbediening kun je overal in je jas hangen, dus ook hoef je maar aan te raken. Ik zal laten zien. En dan gaat het aan. Het werkt niet met een soort gloeidraad. Dus er zit een. Je zit hier boven van die. Ja, ook zo'n soort nietjes noem ik het even zetten. Van die twee dingen. Ik zal ook even op de camera kunt zien. Maar die gaan echt gigantisch gloeien. Maar anders meer blauw gloeien. Dus die worden volgens mij extreem heet. Je hoort ze ook werken. Dus een beetje hetzelfde idee als die aanstekers die je hebt. Ja, dat is echt. Kruis die in het midden dan. Ja, dat is dus niet een dun gloeier dat je heel snel stuk gaat. Deze kaart kun je ook gewoon aan- en uitzetten hier. Schakelaartje. Je krijgt er een USB-kabel bij voor op te laden. Wederom een heel gaaf product. Inclusief online instructievideo, inclusief de kandelaar.
Kost compleet €139. En dit zijn echt wel gave professionele producten, vind ik. En even één vraag, hoe zit het met de lont? Ah ja, goeie. Er zitten ook lontjes bij. Er zit hier niet in de doosje bij. Je krijgt een setje lontjes erbij. Want in principe is het zo dat je met een flesje wat erbij zit, met een naald, kun je vloeistof bijvullen. Dit lontje kun je er gewoon verder uittrekken. Ook even kijken, dat is een beetje heet. Zie je, kun je verder uittrekken. Het zit er helemaal ingestopt. Dat kun je met een tandenstokertje, kun je gewoon, met een ct-bakje kun je het lont er terug in stoppen. Er zit een reservaartje in. En de benzine vul je dus bij. Ik zou zippervloeistof gebruiken. Nu hebben we wasbenzine even gebruikt omdat zippervloeistof even hier op is. Maar wasbenzine vervliegt sneller. Dus je kunt als het lont echt op zou branden, wat normaal niet hoort, want eigenlijk moet het de vloeistof zijn die brandt, kun je het lont gewoon vervangen. Er zit volgens mij een stuk of 10 extra lont bij en dat is gewoon lont. Dus ja, dat kun je in principe in hobbywinkels waar ze spullen verkopen voor kaarsen te maken en zo, kun je ook volgens mij gewoon lont kopen. Ja, dat is het. De Ghost Candle bij Himitsu Magic. Mooi. Goed gemaakt. Ja. Ja, elektronica wordt steeds gekker en steeds beter, vind ik. Ook betaalbaarder. We hadden eerst die grote kandelaars. Hele zware accu erin en alles. €400, €600. En nu heb je gewoon dit. En het mooie is, even een goed idee. Hier zit het in. Vroeger zat het in de kandelaar, de hele elektronica. Dus stel voor dat je echt ergens een kandelaar hebt waar je 4 van deze kaarsen in zet. Dan zou je zelfs die kaarsen één voor één kunnen laten ontsteken met de afstandsbedieningen. Maar zou je dat dan met inhoudsbediening kunnen doen? Ook tegen dan, ik denk dat ik dat zou vragen dat ze het wel kunnen maken. Dan moet de frequentie van allemaal hetzelfde zijn. Maar ik neem niet aan dat dat standaard hetzelfde is. Dat heb ik niet getest eigenlijk. Oké. Okay. Ja, tot zover Ghost Candle. Hebben we nog iets leuks? Inject. Inject 2. Wat is Inject 2? Ja, ik ben heel benieuwd, want jij bent er super enthousiast over. Snap ik ook, ik heb het wel gezien. Ik ben zelf niet zo van telefoon magic, mm-hmm. Dus ik had zoiets van ja. Maar het is gewoon tof. Ja, wat je met Inject kunt doen. Ik noem even een voorbeeld op, want je kunt er zoveel dingen mee doen. Eén voorbeeld is, je vraagt een toeschouwer om naar, naar Google te gaan. Je maakt een voorspelling op hun telefoon. Je legt de telefoon van hun neer en je zegt tegen de toeschouwer, zou je aan een kabel denken? Stel voor die denkt aan een harte 8. Dan zeg je, waar was je op kaart? Harte 8? Oké, okay. Kijk maar op je telefoon en draai ze het om en dan is er gegoogeld op harte 8. Ja, hun telefoon. Ja, wat je ook kunt doen is ook mooi. Je vraagt de toeschouwer naar bijvoorbeeld naar een link toe te gaan, Google. En dan mag de toeschouwer zelf iets googlen en jij kunt de info achteraan. Je hebt hier allemaal iets extra voor nodig. Ja, ja. Smartwatch, maar meer ga ik even niet zeggen. En dan ben je in staat om informatie te achteraan. Hier staat ook iets met een foto op Facebook. Ja, daar heb ik zelf nog niet zoveel mee gespeeld. Maar er zijn echt heel veel dingen die je kunt doen. Dat een foto gepost wordt op hun Facebook. Of een link. Met bijvoorbeeld een gekozen kaart of een link of zoiets, hè? Ook nog, hè? Ja, het is een app, voor de duidelijkheid, hè? Ja, een hele mooie app. De dingen die je daarmee kunt doen zijn eigenlijk oneindig. Je kunt zelf ook eventueel dingen bedenken en daarmee doen. Ja, je zijn 17 verbluffende effecten. Dat is al veel. Never touch their phone, dus hun telefoon is in principe, raak je verder niet aan. Je hebt geen bluetooth nodig, geen wifi nodig, geen stemherkenning, allemaal niet. Het is allemaal, dus je download de app, koop bij ons de code om te unlocken, zeg maar. En dan heb je een hele gave... Ja, heel sterk. Heel, heel sterk. Is wel geschikt voor iPhone als voor Android telefoons. De app zelf is voor iPhone gratis. voor Android gebruiker $99. Zeg je goed of euro? $99. Dus dan moest je eenmalig 85 cent voor de app. En dit kost $78.50. Heel mooi. Maar je krijgt dus enkel de code. In principe alle instructies die je nooit hebt staan in de app en met video's. Dus, als je naar de winkel komt, kan ik het eventueel demonstreren. Ja, alleen nog op zijn telefoon staan ook. Dus, ja. Ja, mooi Leon. Mooi, mooi. Mooi, mooi, mooi. Hey, deze hebben we van de week ook al even op Facebook op filmpje gezet. Ik blijf het een tof ding vinden. Je hebt één kaart met één gaatje erin en een kaart met twee gaatjes erin. Dat is het grappige. Als je die kaarten zo in elkaar zet, zodat die gaatjes zeg maar gelijk zitten. Zo, ik ga het boven laten zien. Kijk, ik kan het echt zo schuiven dat het echt de gaatjes gelijk zetten. Zie. Heb je een rietje, willekeurig rietje. Het rietje past daar doorheen. Doe even de camera boven nu. De camera voor ook. Zet er echt doorheen, alle kanten.
is er iets raars. Want je kunt nou deze kaart schuiven. Dan zeg ik, dat kan niet, want het staat net midden door het gaatje. Het gaatje staat in het midden van de kaart. Maar je kan hem ook, ik zal hem omdraaien en allebei de kanten laten zien. Hoeft niet, dat kan wel. Kijk, kan ook helemaal de andere kant. Dat is op zich ook vreemd, want in principe kan het helemaal niet zien. Maar let op. En dan gaat het weer terug naar het midden, terwijl alles nog gewoon vast zit. Je kan het rietje er ook uithalen. En de kaarten zijn nog helemaal intact. Dit is Crazy Hole van Michael Chatelain. Nou, Michael heeft al een hoop effecten uitgebracht. Ene praktischer dan de ander, laten we het zo zeggen. Dit is er eentje. Je pakt het, je doet het. En je kunt het meteen doen ook. Ja, je hoeft sowieso niks te maken van tevoren ook. Als je het koopt, is ook wel zoiets tegenwoordig. Maar je hoeft ook niks te prepareren. Dat is echt gewoon pakken. En als je doet wat, als je dit uit zou pakken zonder dat je weet hoe de truc gaat. Kun je in principe ook meteen doen. En je doet het, dan werkt alles gewoon. En dan denk je, hoe kan dat nou? Crazy Hole, compleet met kaarten, rietje en online video-instructie. Voor de prijs van €27,50. Ik vind dit een visueel erg leuk ding. Ja. Al zeg ik het zelf. René. Dat ben ik. Dobbelsteentjes. Mm-hmm. Moet je als ik die rooi namelijk hierin doe. Dan hoor je hem nou nog. Mm-hmm. Maar als ik nu nou een witte dobbelsteen zou pakken. Mm-hmm. En je blaast. Hoor je het? Er zit hij namelijk hier in de doosje. Ik zal het even laten zien. Ik zal het nog een keer doen. Als je erop gehoord zijn. Ja. Dobbelsteen van hier. Ik denk dat hij het lang maar dan moet. Ik heb het niet gehoord, nee. Ik zal het even laten zien. En we hebben hier de dobbelsteen. Mocht ze ook even een lager smeren. Kijk. Rammel. Laatste dobbelsteen. Tot maar op. En de dobbelsteen zit er terug in het doosje. Hè? En eventueel kun je alles achteraf nu laten onderzoeken. Oké. Okay. Dus in principe kun je alles eruit halen ook nog? Ja. Ik zou ze gewoon nog uit kunnen gooien, maar... Ja, ik bedoel, ik heb een idee. Oké. Okay. Leuk ding. Ja. En ik weet dat we ik had heel veel besteld, al 2 of 3 maanden geleden toen. Dan kregen we er maar 2 of 3. Ja, dan lieten we je zien, allemaal weg. En toen kwamen ze al... Hebben we er nog. Daarom. Maar daar waren ze helaas al op, maar het is een heel mooi ding. Ja. Heel makkelijk. Ja. Komt een online instructie bij. Complete video inderdaad. Ja. En we hebben er nu wel heel veel trouwens. Quanta Costa. €7,50. Dat is niks, vind ik. Nee. Voor zo'n leuke truc, close-up truc. Makkelijk te doen voor iedereen, alle leeftijden. Zeker leuk. Hey, even denken hoe ik het ga doen. Zou je dit heel even willen vasthouden? Jazeker. Ja, okay. Dan pak ik. Wat doe je nou? Hallo, dit was een nieuwe stok. Heb je geen nieuwe meer liggen dan? Ja, ik heb hier altijd reserve. Geen probleem. Pak deze eventjes. Super. Kom op, Leon. Kom op. Pak er nog eentje. Deze up, in de prullenbak. Ik heb hier nog eentje. Weet je wat je misschien beter kunt doen? Pak hem even hier beneden vast. Ja, dat is beter. Okay. En dan... misschien kun je het een helikopter. Ik kan het niet maken of zo. Nee, het is niet dat je, weet je wel, als je dit... Ja, we hebben dit nog nooit laten zien. Je moet hem eigenlijk zien als je hem voor een show met kinderen doet. Zo heb ik eigenlijk bij Leon gedaan. Nee. Zou je hem met een wandspin... Ja, kan ook. Nee, als je het bij kinderen doet, en ik doe mezelf ook in een kindershow al, veel te lang, 25 jaar of zo. Je geeft het aan een kind, alsof het een sok is, je loopt weg om iets te pakken en de hele zaal ligt al dubbel.
ik zie het zelf pas later als ik op terug bij het Kent. En ik zeg, wat heb jij gedaan? Dat is helemaal stuk. Dan zeg ik, maar dat maakt niet uit. Ik heb een reserve. Ik gooi dit in mijn, ik heb een koffertafel. Ik pak een andere stok. Andere stok. Zeg ik, geen probleem. Ik heb altijd reserve. Pak deze, ik pak die. Valt weer uit elkaar. Ik loop weer weg. Lachen hier brullen. En dat doe ik 3-4 keer. Nou, en dan schakel ik over, toevallig, naar of de Nested Ones. Die laten we een andere keer zien. Of, ik zeg, nou wordt het tijd. Want deze, ja, die gaat bij me werken. Ja, er zit maar één ding op. De Mega Turbo Gogelstok. En de Mega Turbo Gogelstok is een hele grote zwarte stok met witte uiteinden. Heb jij die toevallig een lekker ergens? Sorry bedoel je? Ja, kijk, want die gaat tenminste niet kapot. Dat is ook een hele degelijke kwaliteit, ja, wat ik weet. Oh. Oké. Okay. Oh, ik zal hem eventjes maken. Oké. Okay. Ja, daar heb je niet echt veel aan, dus... Mag ik daarvoor? Ja, inderdaad, irritant. Zullen we straks even helpen? Ja, graag. Dat is irritant. Oké. Okay. Hier ook niet dan. Ja, precies. Nee, dat is onzin. Ja, dit is de Topsy-Popsy-wand. Min 1 dop. Ik ben even kijken of ik het toevallig bij kan. Hij vloog in die kant op en ik ga het straks wel zoeken. Topsy... Min 2 doppen. Topsy-Popsy-wand. Dit ook hilarisch. Je kunt het helemaal uitbouwen. Dus helemaal, ja. Ja. Is er een nadeel? Ja. En dat is, je doppen vliegen weg. Wat kan dat veroorzaken? Nou, de eerste keer dat ik deze truc deed, vond ik een tof idee om die de zaal in te schieten. Tip, als je heel veel kinderen voor je hebt zitten op stoeltjes op een basisschool en je schiet een dop in het midden. Denk dat iedereen erachter aan gaat. Dat is geen goed idee. Als je ooit chaos hebt gezien, dat was chaos. En iedereen duikt op de stoel heen in het midden die dop. Dus, ik schiet hem altijd op het podium. Nou weet ik dat er veel klanten zijn die met een lijmpistool, een touwtje, uiteindelijk gaan vastmaken. Touwtje erdoor rijgen, op zich wel slim. En dan de andere dop, zeg maar. Stel voor dat je het touwtje zo lang uit laat steken, ook vastlijmt. Dus dan vliegt je dop eraf en dan bungelt die ook. Mm-hmm. Is optioneel, is standaard niet zo, maar dan hoef je nooit die dop met jou... dat die echt heel ver wegvliegt. Dus dat is ook een optie. Je krijgt de... Ja, het zou moeten kunnen, theorie. Misschien wel zo ook al. Nee, niet ook niet. Het is uit valse lucht. Werkt dus allemaal met lucht. Gewoon met vacuüm. Dus het kan eigenlijk weinig kapot gaan, tenzij je stok ooit gaat scheuren door gekke omstandigheden. Dan krijg je de complete stok met zijn gebruiksaanwijzing voor €19. En dit is samen met de Breakaway Wand van net, is dit ook een van de stokken die als kinderentertainer eigenlijk gewoon moet bezetten. Het is gewoon hilarisch. En geen truc, maar hilarisch. Na de show zeggen de kinderen, wat vond je leuk? Zeg je, oh, die stok die de hele tijd stuk ging. Dan denk je, waarom heb ik een hele show gedaan met de konijnen, duiven, allemaal magische dingen. Als ze dit soort dingen leuker vinden nog. Dus de Topsy-Popsy Wand, ja. Ja. Echt superleuk. Ik noem de Mega Turbo Gogelstok, maar zo noem ik hem in mijn show. Maar zo heet hij niet. Hij heet Topsy-Popsy Wand. Ja. Hadden we gezegd wat die Breakaway Wand kostte trouwens? Ben ik even denken. €10. Nee, ja. Bij deze wel. Ja. Nu wel. Ja, nu in ieder geval. ik weet het niet meer. Ik kan niet herinneren gezegd. Heb jij nog iets? Volgens mij was hem dat. Oké. Okay. Nou. Tada! Broodje. Oké, okay, ik heb zo'n niet. Ik heb dat niet opengemaakt. Ik heb net de folie eraf gehaald. Ik heb zo'n niet opengemaakt. Ja, die. Ik zal hem van links van rechts naar links of van links naar rechts ligt eraan. Whatever you like. Hoe je het bekijkt. Kijk, jij daarna. Kijk, dit is het Juan Tamariz deck. Mede door Dani D'Artis heeft dat mee ontwikkeld. Nou, de volgorde die je ziet. Je ziet dat dit niet... Dus dit komt zo niet uit het doosje. Dat het ligt een Tamariz stack. Dus dat wil zeggen... Dit is in de volgorde van het Tamariz stack. Dat is een Memorized deck. Een kaartspel volgorde. Ligt ja, dit spel ja, nu in. Ik heb ze allemaal niet gekeken. Ben ik even de kluts kwijt nou. Of ligt dit aan mij? We hebben meerdere spellen. Daarom ben ik even aan het denken. Oh nee, er zijn die andere spellen die waar een index bij zit. Dat is niet deze. Is niet deze. Ja, en je ziet hier de vioolkoffer van waar geen viool in zit. Want als je gewoon Tamariz ooit gezien hebt op de laatste, is het eigenlijk van, ja, dat is onzichtbare viool.
Dus je kan niet de zichtbare viool doen, want hij heeft een onzichtbare viool. En als je de plaatjeskaarten bekijkt, de koningen voornamelijk. Even kijken. Of die boeren, sorry. Zie je, Juan de Mariz. En ze heb je, als het goed is, zijn er een aantal bekende gezichten uit de kaart goochelkunst zitten daar in. Ik kan ze niet allemaal benoemen, sorry. Ik ga ook niet schudden, maar dit is in principe een Tamriz stack. Dus dat wil zeggen, als je het uit het doosje haalt, dan weet je eigenlijk al waar welke kaart ligt, welk nummer. Je hebt de klaver 4, harte 2, ruiter 7, klaver 3, harte 4, ruiter 6, schoppaas, harte 5, schoppen 9, schoppen 2, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, die dus. Ik ben ermee bezig. Dus dat is echt de moeite waard om het te leren, dus vind ik. Ja. Ik ben hem nog verder, ik ken het spel wel uit de volgorde, maar nu moet je nog de rest van bij leren. Maar dus echt. Simpel achterkant. Ja. Oké. Okay. Er zit nog een liedje bij, zie ik. Ja. Dat heb ik niet gelezen dat erbij zat. En een blank face. Leuk. Mooi. Dat is een collector's deck. Beperkte oplagen. Ik vind ze mooi. Ja. Mooie kleur. Quanta Costa, €19,50 dacht ik. Een leuk spel. Dus als je iets met Memorize Deck wil gaan doen. Ja, dan leg je deze meteen goed. Je kunt ook elke spel op volgorde leggen, maar deze liggen al meteen. Ik dacht ergens op zo'n. Nee, ik ben echt naar warm met gewoon een ander spel. Waar zit die kaart bij waar je dingen uit kunt knippen? Totally lost. Dan hadden we afgelopen zondag een lezing van Rich Marotta. De man wordt ook al wat ouder. Wordt ook een legende in de goochelkunst. En die heeft één. Toch één effect volgens mij wat voor mij van hem bekendst is. Murked heet het. En het verhaal is ongeveer dat hij ergens loopt. Komt iemand tegen die zegt, hé, waar kom jij vandaan? Ja, New York. Oh, voel je al een beetje thuis? Weet je wat, ik zal je even thuis laten voelen. En hij berooft hem helemaal, maar ja, hij zag eruit met zo'n ding op zijn hoofd. Dus op zich is dat dan niet heel vreemd. Dat is een beetje de stijl van Richard Rotter, comedy magician. En hij zegt dan ook, die overvaller die stal al mijn geld. Het geld gaat dan in de muts. Hij stal mijn horloge. Horloge gaat af in de muts. Hij stal mijn ring in de muts. Maar, zegt hij dan ook, steel nooit een goochelaar. Kijk, nu zijn we niet voorbereid. Ik laat u alleen maar zien wat het idee is. Want, wat doet hij vervolgens? Hij draait de muts binnen buiten. Alle spullen zijn weg. Maakt zijn portemonnee open. Daar zit weer het geld in. Doet zijn mouw omhoog. Daar zit weer het horloge. En aan zijn hand zit weer de ring. Dus eigenlijk, als je het vergelijkt, ik weet niet welke effect er eerder was, Ring Watch Wallet van Tommy Wonder, is eigenlijk dit idee. Dit is de makkelijke versie, zullen we even zeggen. Ja, makkelijker, ja. Je bent minder. Ja, je hebt geen mechanische delen op. Ja. Alles zit hierin eigenlijk. Maar ja, bijna, je moet wel zelf nog één ding doen met als gemaakt. Ja, wij konden het nu niet laten zien, omdat. Je hebt wel lange mouwen nodig. En dat heeft ermee te maken dat anders mensen gewoon, als je horloge afhaalt, zien ze al eerder dat je horloge terug is. Dat zou kunnen. Ja, toch? Dat is dan niet logisch. Dus daarom kunnen we ook niet laten zien. Je moet wel met best wel een overhemd of een jasje aan kunnen vertonen. Super makkelijk te vertonen. Rich heeft ze hier aan ons verkocht op de lezing, dat ik daar nog een heleboel bij ze gehad. En van zijn bagage ook af wilde. Ze komen niet meer terug. Als ze op zijn, zijn ze op. Want Rich is niet graag wereldwijd. Het is te duur en te ingewikkeld om dat te gaan versturen. Dus op is op. Je krijgt de hele set. De muts. De video-instructies. Of een DVD of een USB-stick. Verschilt per setje. Speciale wallet. Humble wallet. Je krijgt horloge. Ring. Alles wat je nodig hebt. Ja. Voor geld. Voor €85. Ja, het geld wat we uit de kassen gehaald. €85 voor de complete set. Dus profiteren van als je twijfelt. Niet wachten. Als je wacht, is het te laat. Overigens, hij kost in Amerika bij Rich zelf ook $85. Dus daar gaat kopen bij je duurder uit met versturen en alles erbij. Dus als je wil hebben, reageer snel. Want op is op. Dat was hem niet. Ja, belangrijke informatie. Over 2 weken is er geen update. Reden dat ik er zelf niet ben. Ik vertrek volgende week naar Zuid-Korea, naar het FISM, de wereldkampioenschappen goochelen, zeg maar. En omdat er ook altijd een grote dealermarkt is, oftewel fabrikanten en leveranciers van spullen, ga ik daar proberen coole spullen te scoren
voor de winkel. Dat is eigenlijk het hele idee. Maar dan ben ik een kleine 2 weken ben ik daar. En dat valt in de periode van de volgende update. Dat betekent dat de volgende update ergens rond 19, 20 juli zal zijn. Dus dat wordt een week later. Er zitten nu 3 weken tussen. Als je nog terugkomt, hè? Ja, ik was op een plan terug te komen. Ja. Wellicht dat ik misschien een kleine update niet mijn filmpje stuur een keer via Instagram. Ik heb een post waar ik ben of iets leuke dingen zijn dat je daar kunt volgen. Maar ja, je kunt het sowieso altijd volgen. René _ Dynamite Magic Shop kun je ons volgen op Instagram. Mocht je dat nog niet doen, kan ook. Facebook natuurlijk ook. Vergeet nog eens. Ja, de winkel is gewoon open. Als ik er niet bij ben, maakt niet uit. Verder, Leon regelt alles. Pakketting aan de deur uit. De winkel is gewoon open. Je kan er gewoon langskomen. Vragen stellen. Dus je merkt daar in principe niks van, behalve dat de update een week later komt. En voor de rest, moet ik even denken. We hebben nu geen lezingen meer gepland staan. Ja, wat we wel kunnen vertellen is, dit jaar bestaat Dynamo Magic Shop 20 jaar. Nou, ik heb toch wel serieus hard gezocht en gewerkt aan een programma. Leon heeft ook heel veel goede ideeën trouwens bijgedragen qua namen. Qua ideeën van wie zouden we kunnen boeken. Maar we wilden echt een vet knallend programma. Met name waar iedereen zegt, hoe dan? En dat is mij niet gelukt. We zijn eerst begonnen met een datum in juni. Kreeg ik gewoon niet voor elkaar. Toen zijn we begonnen met 20 oktober. En daar kregen we ook een vette line-up zoals we die echt voor ogen hadden. Dat de feestelijke uitvoering moest worden. Niet voor elkaar. En toen hebben we gezegd, nou we kunnen of zeggen we gaan het dan maar doen. Omdat we moeten doen met, niet, ik zeg niet slecht, helemaal niet. We waren allemaal goede mensen. Maar met een line-up die wel leuk is, maar niet het, wat ik wilde. Of we gaan het totaal anders doen. Nou, de keuze is gevallen op totaal anders. Houd 20 oktober vrij. Het wordt geen Dynamite Day zoals het een Dynamite Day is. Maar het wordt iets in en rond de winkel. Wat precies gaan we hier nog duidelijk maken. Speciale aanbiedingen, je kan prijzen winnen. Weet ik wat voor gekke dingen allemaal. Allemaal op 20 oktober. Ook een lezing, Mark Elsen komt die dag ook een lezing geven. Dat doet over. 20 oktober. Kan ik niet werken. Moet je werken? Oh, oké, shit. Werken waar ik ook winkel ergens. Hier werken. Ja, oké. Oké, dus markeer die datum in je telefoon of op je agenda, dan komt het helemaal goed. Hey, Hoi. Dat was hem. Ik zou zeggen, tot over een week of 3. Moest ik even de mensen zwaaien. Ja, oké. Dus dat was hem. Oké, tot de volgende keer. Hoi.